What up gasten, daar ben ik weer met Happy Wheels deel 3. Vandaag ga ik maar hier weer gewoon beginnen met Future Travels. Ik heb geen idee welke ik wel heb gedaan en welke ik niet. Dus hopelijk weet jij dat ook niet. Als je de video's terug hebt bekeken, dan weet je het weer wel. En dan kun jij in de reacties achterlaten. Hey, waar heb je al gespeeld? Oké, okay. Haunted Mansion heet het level. Er staat een kaars op tafel, het is Minecraft. Oh, je moet door de muren heen springen. Daar zit blijkbaar een deur. En dan... krijg de tering. Wat was dat dan? Geef, ik hoorde iets. What the fuck? Was dat nou kutsap? Hè? Godverdomme. Fijn, kom ik in een nieuw level binnen op Happy Wheels, komt er direct kutsap op mijn bakkes. In deze trap. Ik hoorde het al, hè? Wat is hier aan de hand, hè? Bloed? Godverdomme, ruim het zelf. Oké, ruim het maar niet zelf op. Ga ervoor, Segway, versla hem! Segway! Flikker op, man. Oké. Oh, hij gaat ervoor. Oh, hij gaat weer terug. Wat een lelijk monster. En mensen maar zeggen dat Patricia Paaieng is. Ha! Oké, op de een of andere manier. Oké, hij doet het wel, die startlevel. Even mijn muis uit beeld. Oké, eens even. Yep. Wat doe ik fout? Net lukt het wel. Hey, door de deur. En door de deur. Oké. Waarom gillen mensen nou? Is dat nou echt nodig? Oh mijn god. Ik ben mijn been kwijt. Nou, dat boeit me geen flikker. Ah, oké, nu boeit het me wel. Nu ben ik er twee kwijt, dat is minder mooi. Oké, ik moet dus blijkbaar naar achter, want daar is een muur. Krijg de tering, wat is dat dan? Een plant. Hallo, plant. Oh! Plant, oh nee, niet doen, plant, niet doen, plant. Kom op, dit redden we wel. Kijk eens! Hoe zielig is dit? Je vermoordt iemand zonder benen. Heb je wel enig zelfrespect, plant? En hier stond net de muur, eigenlijk. Hoe de fuck hebben ze dat voor elkaar gekregen? Het was een magische vleesetende plant. Godsamme. Oké, eens even kijken. Want... ja, gil maar. Ja, blijf maar gillen. Alsof ik me iets kan verrotten. Snik. Oh ja, dat is weer mijn been. Geen zorgen, been. Ik neem je mee. Oké, laat maar. Oh! Wat is dit dan? Dat klinkt als porno. Zit ik nou in een porno level of in een haunted mansion level? Al die vieze roze drap aan de muur. Lijkt wel alsof Gerard Joling hier woont. Haha. You see what I did there? Oké, daar kunnen we niet heen. Of wacht. Misschien als ik ga springen. Nee, dat wordt hem niet. Kunnen we niet heen. Gaan we erdoor. Oh! Segway, wat doe jij nou? Oh! Segway, hou eens op, man. Godverdomme. Oh. Daar. Jee, even eens kijken wat er boven nog is. Godverdomme, Segway. Nou, oké. Laten we gewoon hierheen. Kijken we daarna straks wel een keer. Oh! Okay, kut. Ik zit vast. Ja, ik ben dood. Oh, ik moet die kant op zetten op de pijl. Oké, ik ga die kant op. Ja, nee, fijn. Oh, monster is wakker. Hoi, monster. Oh, ik kan er ook niet meer uit nu. Huh? Oh, dat was de zwakke plek van het monster. Ik heb het monster verslagen. Kus me reet. Lik me reet. La la la, la la la. Hey. Wie is hier de beste? Dat en ik. Oh yeah. Oké, laten we even... oh, dat was het. Nou, dat is best... oh, 2 minuten heb ik erover gedaan. Holy shit, ik ben al 4,5 minuut bezig. Restart the fucking level. Kom maar. Klik. Goed zo. Oké, even up. Laten we even kijken. We hebben in ieder geval een level gehad vandaag. Daar ben ik alweer blij mee. De grootst mogelijke moeite is dit. Waarom zit er daar iets in de kast? Ik denk... dat er een hetero man is die Gordon naakt aan het zien is. Dan zou ik ook op die manier gillen.
serieus. Die val was echt heel zachtjes. Niemand zou daar zijn poten breken. Echt niemand. Daar weer wel. Dat klopt. Die val was heel onhandig van mij. Oké, kut. Die muur zit daar. Zonder handen. Of zo, ja, zonder benen. Kijk, man. Zonder benen. Jee. Blijkbaar als ik dat ding aanraak, dan is... Toen was die muur weg. Althans. Of heb ik echt die plant nodig? Nee, die muur is weg. Mooi. Oké. Jezus, man. Doe even rustig. Fijn. Hé, leuk, leuk. Gooi me maar uit beeld. Retard. Ha. Oké, laten we toch even goed doen. Even die andere weg. Ik vind dat als ik een level speel, dan moet ik het wel echt goed hebben gedaan, hè. Zo, gaan we daarheen. Hallo, boekenplank. Wat is dat, een boek? Wat? Ik heb mijn been daar al gebroken. Ah! What the fuck? Oké, weet je, ik denk dat het level ook duidelijk probeert te maken van Bardo. We hebben geen zin in je. Dan gaan we naar de Mind Turtle Attack! Woo! Mind Turtles. Van ASDF, toch? Cannonballs, alright. Reach back. And hold space to grab a cannon. Oh, hier. Ja, leuk. Wat gaat hij doen? Say what? My turtles. Wat is dit dan? Oké, ik moet de button raken. Nu. Oké, zit het echt het level? Het is het enige wat ik hoef te doen. Yes! Ik ben zo hardcore. Oh, dit is de laatste. Oké. Hé, wat doe jij? Klootzak, ja. Hij ging in één keer wat sneller lopen. How do I get here? Oh, nice. Die klootzak ging in één keer wat sneller lopen. En waarom slaat dat ding op hol? Oké, volgens mij... Oké, doen we het weer. Elke aflevering scroll ik even een keer naar beneden. Hè, de advertentie goed laten zien. Ik vind deze wel goed. Gorilla Revolution. Ja, godsamme man. Oké, laten we de hotel... Heb ik al... Die heb ik al een keer gedaan. Ik ben hier, dit heb ik al een keer gedaan, dus. Boss Battle Medley. Oké. Ziet er indrukwekkend uit. Final Dungeon. Bam, 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 bam. Hi. Oh! Oh, ik schrok. Ik schrok wel een beetje. Blijkbaar is mijn Esc-knop vastgelopen, dus ik ga telkens met mijn muis doen nu. In plaats van met mijn toetsenbord, telkens opnieuw opstarten. Oké. Laten we gewoon rustig blijven, rustig. Oké, weg. Oké. Dat was hem. Oké. Ja, tering. Tering, leef ik nog eigenlijk? Nee. Ik dacht mijn lichaam zag bewegen. Ik dacht al, wat? Oké, die is heel moeilijk. Locked target. En dan schiet hij naar de tering. Fijn. Even. Tak. Hoi. Hoi. En door. Alleen maar door. Ga weg dan. Ga weg. Oh, wat deed ik nou?
Beer hole. Kaart! Ja, zo kom je niet. Ja, kind is in ieder geval dood. Dat is mooi. Ja. Oké, dit is misschien wel een optie. Zo, dan los. Nee, niet naar voren. Ga ervoor, fiets. Ja, woe. Ik zal die fiets helpen. Kom op, kom op. Kom op. Oké, het schiet niet op. Oké, restart. Ik vind het wel leuk. Ga even die barrel goed bekijken nu. Oké, we tikken hem aan die kant. Rollen heel snel achteruit. Oh, kut. Gaat goed. Nou, dan kunnen we lekker door. Waarom stond dat ding er nog? Ja, dit is niet fijn. Oké, ik ben dood. Oh, het is wel makkelijk. Oh, wat doe ik nou? In één keer. Er gebeurt niks. Ik heb die dikke vrouw op mijn neus. Kom op. You gotta be kidding me. Je ziet wel mijn bloed. Oké. Dit is mooi. Dan gaan we gewoon één keer opnieuw. Wel jammer van die beerhol. Ik had wel gehoopt dat ze daar iets meer mee hadden gedaan, zeg maar. Als ik hier blijf staan, dan red ik het ook. Ja. Ik kan daar gewoon blijven staan. Ik hoef niet achter. Oké, wat kut. Oké, ja. Kijk. Knalt hij zijn eigen mensen overhoop? Kan ik er doorheen? Ja. Op naar het volgende gedeelte van dit level. Oké, ik ben het. Alleen maar Justin Bieber. Met mijn hoofd doe ik het! Als ik er vanaf wil, dan doe ik het. En mijn kind, die drinkt daar bloed van mijn eigen kop af. Gadver, ziet er echt zo uit. Arme jochie. Is je vader dood? En dan zie je die keelstrot nog zo. Oké. Oh, dat is een beetje nasty. Maar maakt niet uit. Hoort bij het spel. Wel heel baas dat je gewoon Justin Bieber gaat elimineren met je hoofd. Ja, laat me er maar door. Kdink, bitch. Alles naar de tering. Nee. Ik fiets over lijken. Gewone dag voor mij. Oké, a little bit Justin Bieber. Eliminate hem dan. Nee, er gebeurt niks. Wow, ik schoot wel heel ver achteruit, moet ik zeggen. Oké, even kijken wat er gebeurt. Wat? Zit er nu een meisje uit te kleden? Wat? Ik snap het nu niet. Hey, koprol erbij. Oké. Wow. Ik heb met heel veel geluk dit level geloof ik uitgespeeld. Maar het level was wel heel leuk, moet ik wel eerlijk zeggen. Het gebeurde lekker veel. Oké, laten we er nog één doen. Ja, waarom niet? Nu we er toch mee bezig zijn, laten we eens even kijken. Welke hebben we nog meer? Infiltration. Oh, die opa, die heb ik heel lang niet gedaan. Is goed, kom maar mee opa. The fat man. Oké. Dat begint al lekker. Hey! Ik moet gaan infiltreren, geloof ik, hè? Route 1/3. Oké. Dus. Nou, kort maar krachtig noemen we dat. Ik ben niet goed in het infiltreren, zo te zien. Ik rij mezelf te pletter tegen de muur. Oké, even goed even kijken dan. Oké. The fate of mankind lies in your hand. Rest in your hand. Ouch!
Met mijn hoofd. I want to break free. Ik heb geen idee waar ik nu ben. Tering! Godverdomme! Oké, maar ik kan dit level dus ook gewoon heel simpel uitspelen. Kijk. Nee. Nee! Oh, ik krijg de tering. Oh, godverdomme. Hoe de fuck kan dat? Die opa in zijn rolstoel, hè, die rijdt zichzelf zo makkelijk te pletter gewoon. Hoe de fuck? Oké, nog één keer. Nee, hou op met het exit menu. Oké. Rot op. Wow. Holy moly. Opa. Opa, wat doe jij nou? Die gaat hier gewoon even een raket op. Oh, je hebt echt drie wegen hier gewoon. Oh, nu snap ik het. Kom, blijf daar. Dat is wel heel cool gedaan trouwens, dat ronddraaiding. Oké, ik ben heel benieuwd wat er gaat komen. Nou, die spikes, daar gebeurt niet zo heel veel mee. Oh god, ik heb het overleefd. Mooi. Nee, rolstoel, wat doe je? God. Oh, wat een level. Het is wel een heel uitgebreid level, maar ook wel een heel vet level, moet ik heel eerlijk zeggen. Oké, ik weet dus nu een beetje de wegen. Ik ga lekker achteruit. Ik vond die derde wel het leukst. Oké, laten we gaan. Yeah, woe! Opa stijl. Ah, daar gaan we. Zo, blijf hier staan. Opa, wat doe je? Oké, dit kan heel veel pijn doen. Gaat neerstorten. Toch niet. Doet niet zoveel pijn als ik dacht. Toch wel. Doet toch wel zoveel pijn als dat ik dacht. Oh, ouch. Ja. Oké, laten we nu even gewoon hier naar boven gaan. Oké, dat doet hij ook. Mooi. Dan maar deze. Oké, ja, nee, zo schiet je er niks mee op, man. Goed zo, nu gaan we rollen. Route 3/3, oké. Godverdomme, opa. Waarom ga je er ook zich bij staan? Ja, dat is lekker wat je doet. Je vraagt ook om de dood, lul. Eigenlijk, het ironische is, ik zit die opa uit te schelden, maar ik ben het zelf die het aan het spelen is. Oh, de ironie van het leven. Die Pokémon training was een vet cool level. Haha. Niet omdat Pokémon is, maar omdat het gewoon een cool level was. Oké, laten we even kijken. It keeps happening. Ja, de Segway duurt. Dit is het laatste level voor vandaag. Dus hopelijk gaat deze wel goed. Ik vind dit een best wel leuk level eigenlijk. Niet zo heel moeilijk ofzo. Oké. Hou vol! Je bent er bijna, denk ik. Ik heb geen idee. Oh god, ik weet wat er gaat gebeuren nu. En dan zijn we weer bovenaan. Oh, ouch! Oké. Ik ga nu. Ik weet wat er gaat gebeuren. Dus nu kan ik op inspelen.
Oh, daar is het einde. Kijk, als ik ga springen. Ik hoef alleen maar te timen wanneer ik ga springen. Als ik dat doe. Zie je, dan breek ik bijna geen benen. Op eentje nadenken. Blijf springen, blijf maar springen, blijf maar springen. Oh! Oké. Hou gewoon die segway vast. Je bent nu van je hele onderlijf af. Je bent nu van je hoofd af. Ga ervoor. Yay. Ga ik de finish halen? Hoe moeilijk is die finish om te halen, man? Nog één keer. Kijk, want daar is de finish. Gewoon spatie inhouden, dan overleef je nog wel met je benen. Nou, toch niet. Althans, mijn benen zitten er wel, maar mijn onder... Kijk hem dan. Achter zijn segway aan. Wacht op mij! Auw. Nou, je hoofd heb je wel netjes neergelegd. Oh, gasten, bedankt voor het kijken. Morgen ben ik er weer. Tot dan. Fijne avond. En bedankt voor het groene duimpje. Later.